Hoe is het dat hij er weer is? Het is geweldig. Ik kan het soms nog niet helemaal geloven eigenlijk. Het is zo bijzonder. Igor verdwijnt 6 weken geleden spoorloos. Zijn baasje Ina Rus is ontroostbaar en trekt alles uit de kast om de 11-jarige kater weer terug te vinden. Ze laat zelfs een speurhond opdraven. Die heeft in zijn mandje geroken en toen zijn hele route gevolgd. Die veel groter bleek dan wij dachten. En toen kregen we zelfs via die speurhond van een medium door dat hij overleden was. Dat hij was aangereden. Dat was gelukkig niet waar dus. Nee, want Igor blijkt in Den Haag te zitten. Daar is hij gevonden, onder een brug, in een waterafvoerriool. In de buis zat hij. Ik vind hem zo zielig. Ik vind het echt heel erg dit. Ik zou hem zo willen pakken. Maar dat heeft de dierenambulance in Den Haag gelukkig al gedaan. Al ging dat nog niet zo makkelijk. Totaal geen reactie. Maar nu wel. Weet je nou achteraf wat er gebeurd is? Nou, niet echt. Hij moet met een auto meegegaan zijn, want hij kan dat stuk niet gelopen hebben. Dat geloof ik nooit en dat doet hij ook niet. Hij ging nooit ver. En er zit hier een bouwbedrijf, die zijn hier met een bouw bezig. En dat bedrijf zit in Den Haag, dus ja, we denken maar dat het daar misschien... Hij zou meegelift kunnen zijn. Ja, dat zou kunnen. Igor moet nog wel even bijkomen van zijn Haagse avontuur, maar verder maakt hij het goed nu. Fijn dat je er weer bent, hè.